Oké, daar gaan we. Ja, ik ken jou wel, Madon Novak, maar voor degenen die jou niet kennen, wie ben jij? Nou, dat is een gemeene. Ja, hè? Ik ben Madon Novak. 17. Oh, nee, maar even opnieuw. Oké, okay, opnieuw. Oké, okay, we gaan opnieuw. Geen punt. 28. Oh. Ik voel me nog zo jong. Nou, wie ben ik? Ik kan wel zeggen wat ik allemaal gedaan heb. Lees je uit. Kijk hoor, ik denk dat ik het nou al 8 jaar doe. Begonnen bij een Chorus Line. Toen door een Motion Ensemble. Mamma Mia. En de eerste, weliswaar. Daarna Tito Tovenaar, Stika, in de Efteling. The Wiz. En daarna de serie Tito Tovenaar, een paar Ahoy's erbij. En Tito Tovenaar is nu op tv trouwens. Les Miserables, Anders de Lieve Suzanne Segers, Siske en nu al zoek op. Ik bedoel maar. Hoe vind je het om in een show met Elvis te spelen? Of een show, sorry, een musical. Nou ja, dat is toch een beetje een show hoor. Ja, oké. Maar met elfenmuziek, spreekt het je aan, elfenmuziek? Is het iets wat je... Ik heb me er nooit echt heel erg voor geïnteresseerd. Misschien ook omdat het echt heel ver voorbij mijn tijd is. En ik ken natuurlijk wel de klassiekers. Maar toen ik wist dat dit zou komen, dat ik auditie moest gaan doen, heb ik natuurlijk de Broadway CD meteen bemachtigd. En dat vond ik zo gaaf. Ja. Ik dacht, nee, hier moet ik wel echt heel erg mijn best voor gaan doen. Hier wil ik wel in. Vooral ook omdat ik weer wilde dansen in vrolijkheid. Wat na Siske en Lemies ook een prachtige voorstelling zijn. Ja. Dus ik moet nog even weer in shape komen, weer dansen in vrolijkheid. Wat is jouw kracht? Want je bent heel divers. Je danst, wat mij betreft, je benen uit je lijf. Je zingt, vind ik waanzinnig. Maar wat is nou als jij zegt, oké, dit is nou echt mijn kracht, hier ben ik sterk in? Weet je dat ik dat nou even helemaal niet meer weet? Want ik ben eigenlijk een danseres. En dan ben ik ook afgestudeerd. Maar ik wilde altijd heel graag dat ik me ook echt tot het uiterste mijn zang en mijn spel zou ontwikkelen. Omdat ik gewoon zo breed mogelijk inzetbaar wil zijn. Ja. Zodat ik ook elk jaar wat anders kan doen. Dan weer echt alleen maar zingen en dan weer spelen. En dan, ja. Maar nu heb ik, en ik durfde vroeger nooit niet echt heel erg te zingen. Dat is pas de laatste jaren. En sinds ik dat durf en sinds ik gewoon ook mijn mond open doe, is dat ook heel erg vooruit gegaan. En vind ik dat eigenlijk heerlijk om echt heel fijn om te doen. Wat was dan je eerste kennismaking met zingen? Want ik weet dat je ook een nummer gezongen hebt voor de Efteling. Oh ja, nee, mijn eerste was echt, dat was dan mijn eerste stageplek en dat was zo'n koorslijn. Dan had ik een heel klein coupletje. En ik schreef echt in mijn broek. Elke keer trillen. Ja. En audities vind ik altijd verschrikkelijk, want dan kon ik mijn zenuwen niet onder bedwang houden. Dat ik elke jaar doorheen ben gekomen, dat vind ik ook echt een wonder. De eerste keer dat ik... Nou, eigenlijk sinds Les Miserables ben ik er gewoon heel wat zekerder van geworden. Want toen moest ik anders dan die van Cosette zijn en Cosette is een hoog sopraan. En ik had dat natuurlijk nog nooit ontwikkeld. Dus ik heb eigenlijk het hele jaar voor mijn gevoel boven mijn macht gewerkt. En toen ik dus voor de eerste keer op moest en die hoge zeder uit moest doen en dat alles op mijn breuk. Toen ik dat achter de rug had, dacht ik, nou, als ik dit kan, dan kan ik toch wel gewoon zeggen dat ik kan zingen eigenlijk. Omdat ja, als je lekker in je eigen stem, waar je het lekkerste in zingt, als je dat liedje, dat is gewoon een liedje goed doet. Ja, comfortabel. Comfortabel bereikt, dan is het al fijn. Maar als je dan ook nog eens doet wat je eigenlijk... Ja, waar je eigenlijk nog heel hard op moet oefenen. En dat lukt dan. En dat klinkt dan ook nog eens mooi. En dat doe je ook nog eens zonder zenuwen. En je vergeet ook niet de tekst. En je doet het voor 1800 man in het luxe hoor. Ja. Dan denk ik, nou oké, volgens mij kan ik het nu wel. Dus ik ben heel blij dat ik daar nu eindelijk een beetje... Ja. Dat ik me daarin ontwikkeld heb. Ja. Dus ik weet niet, in spelen, daar ben ik altijd mee bezig. Ja. Ik denk gewoon echt alle drie. Je gaat nu understudy. Nathalie? Ja. Wie is Nathalie? Nathalie is een beetje jongensachtig meisje die houdt van motors maken en werkt in de garage van vader. En heeft een hele grote droom dat ze weg wil. Dat
de weg op met een motor, met een lekkere kerel, als het even kan. En dan komt Chet inderdaad binnen en dan wordt ze verliefd op en haalt ze in één keer haar om hem dan te krijgen. Haar echte mannelijkheid haalt ze naar boven. Ja, we zullen niet te veel vertellen, maar ja. Nee, prima. En, ja, ik vind wel, ik ben echt heel blij dat ik de Anastasia heb. Want het is voor mij echt de ideale combinatie. Want ik mag en meer dansen in het ensemble. Wat heel veel mensen raar vinden, maar ik ben er echt heel blij mee. Ja. En ik mag af en toe dan iets doen wat heel dicht bij mezelf ligt. En ik ben ook een beetje een jongensmeisje eigenlijk. Als je dat mijn vrienden zou vragen, zouden ze meteen dat zeggen. Ja, een beetje jongensachtig, een beetje poets, weet je. Dus die rol is lichter op jou geschreven? Of zeg je van, nou, dat gaat me weer te ver, maar ik zie het overeenkomsten. Nou, ja, Brigitte is natuurlijk nummer 1. Ja. En het was echt supergoed bij haar. Maar als ik gewoon echt weer naar mezelf kijk, denk ik... Ja, dat klopt wel. Dat ook een beetje bij jou? Ja. Reizen, weer. Ja. Heb jij niet af en toe het idee, je had het toen natuurlijk met de Wiz, lekker in de Beatrice Theater, comfortabel, je eigen hokje. Ja. Nu ga je weer reizen, wat heeft jouw voorkeur? Ik denk toch vast wel. Ja. Ik zou zo graag nog een keertje gewoon een half jaar in Carré willen staan. Doe maar, ja. Waarom juist Carré? Nou, omdat het bij mij om de hoek is. Dan kan ik, ja, lekker thuis eten. Ja. Ik vind reizen niet zo erg hoor. Ik vind soms wel, als je echt 2 weken lang weg bent en je zit in een huisje ergens regenachtig, zoals als het dit weer is en je zit dan ergens in Groningen. Ja. Groningen is prachtig, maar om daar nou in een vakantiehuisje te zitten in de kou, 2 weken lang. Ja. Is wat minder, ik vind het wat minder. Ja, maar, ik kan me goed voorstellen. Beide heeft zijn voordelen. Ja. Als je op één plek staat, wordt het op een gegeven moment nog saai. Maar ik heb net een half jaar in Scheveningen gestaan. Ja. Het is een half jaar, maar ongeveer. En dat is ook wel relaxed dat je daar dan juist de zee hebt, de strand. Ook weer wat natuurlijk. Ja, heel fijn. Laatste vraag. Waarom moeten mensen naar All Shook Up Love Me Tender? Omdat je er absoluut lachend weggaat. En omdat je op sommige momenten echt kippenvel krijgt van al het spektakel dat je op je afkomt, vooral ook qua zang. Ik ben heel sterk hoor. En omdat je eigenlijk de hele tijd moet lachen. Als het goed is, moeten de mensen van A tot Z lachen. Okay. En dan tussendoor zijn er dan een paar hele romantische en hele ontroerende momentjes. Ik word er heel vrolijk van. En ik heb al heel veel gelachen. Oké. Hartstikke bedankt. En we zien je in het theater.